Vandaag laten we... Ik had een hele blije hoi. Een hele harde ook. Ja. Hoi! 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 Vandaag hebben we een video over onze favoriete zomerproducten. Want ieder seizoen heb je wel weer producten waar je denkt... Yes, die ga ik er weer bij pakken. En we laten zien wat dat is. Even van tevoren. Ik ben zo blij met haar hoe Martien het vandaag heeft gedaan. Als je nou nog deze tutorial niet hebt gezien, die kwam in de LOG Video Week. Kijk dan eventjes. Ik heb hem hieronder in de videobeschrijving even gelinkt. Ja. Ja, zo ik vind het echt heel gaaf. Ja, ik wil het bij mezelf ook leren. Dus ik ga mezelf eens kijken of ik het aan kan leren. Dat zal echt wel zijn. Ik hoorde maar het moet te doen zijn, denk ik. Dus dat even gezegd hebbende, gaan we als eerste over, denk ik, naar onze favoriete zomerparfum. Zullen we dat doen? Ja, laten we dat maar doen. Ik heb er met dezelfde. We gaan beginnen met dezelfde. En dat is deze vriendin hier. Dit is Dior Eau de Lys. Ja, en die gebruik ik, moet ik zeggen, als het zomer wordt. Op het moment dat ik lekker in frisse geur wil, dan gebruik ik eigenlijk altijd deze. Mij is die ook al behoorlijk... Tot hier toch ook wel leeg ondertussen. Ja, ik gebruik hem. Ja, ik heb hem ook wel regelmatig gebruikt. Maar het gaat nog niet zo heel hard met deze. Nee. Want het is ook een grote flacon. 100 ml hebben we allebei. Super lekker. Ja, ik ben dol op deze geur. Mm-hmm. In de zomer hou ik ook heel erg van bloemige geuren. En deze van Marc Jacobs is ook heel erg lekker. Dus een wat zoetere versie van Daisy. Ja, hij ruikt ook wel fris, zeg maar. Maar ook wel behoorlijk sterk en zoet. Het is een beetje een zwoele zomerse avondgeur. Ja, inderdaad. Heerlijk. Ik hou ook vooral van frisse geur in de zomer. Dus ik ben dol op Givenchy Play. En dit is een beetje een bessengeur zou ik het noemen. Zoete bessengeur. Ja, vind ik ook lekker. Vind ik erg lekker. Prachtig. Dit is echt een van mijn favorieten. Ik doe echt denken aan jou op een of andere manier. Ja, ik draag hem ook wel. Regelmatig. Ja, ik draag hem toch wel in de zomer vaak. Ja. En als ik dan bijvoorbeeld s'avonds echt uitgaaf ergens naartoe, dan vind ik een zwaardere geur ook wel lekker. Maar het moet wel fris blijven. En dan is eigenlijk Womanity van Cherry Mugler. Die vind ik altijd zo lekker bij jou. Ja, en vooral inderdaad, ik heb hem wel echt leren waarderen. Het lijkt of die met het jaar lekkerder wordt. Zo ik weet niet wat het is met deze geur, maar ja. Zo bijzonder. Echt heel erg lekker. Nou, huisverzorging is ook wat dat er gaat heel erg belangrijk. Niet alleen in de winter, maar ook zeker in de zomer als het zonnetje schijnt. En Willemijn is ook bijvoorbeeld zwanger en die moet er heel erg rekening mee houden. Ik heb een hele gevoelige huid die heel snel rood wordt. Dus mijn favoriete producten zijn de Paula's Choice Moisturizer tegen de droogte. En de dagcrème met SPF 30. Die is echt onmisbaar. Gebruik je ze ook over elkaar heen, zeg maar? Ja, is de moisturizer en dan de dagcrème. Ja. Mijn favoriete dagcrème zijn deze. Dit is de Olaus 7-in-1 parfumvrije dagcrème. En dit is dan met SPF 15 erin. Deze gebruik ik op dagen dat ik gewoon binnen blijf en ga werken. Maar dan heb ik wel wat zonbescherming nodig als ik even snel naar buiten ga om Sarah uit te laten of zo. Of boodschappen doen. En als ik echt gewoon, als het een dag stralend mooi weer is en ik ga langer dan een half uur, weet ik gewoon al dat ik buiten ben. Dan doe ik de Paula's Choice Hydrolite Shine Free Daily Mineral Complex met SPF 30. En het liefst draag ik op zo'n dag ook geen make-up, zodat ik deze ook een paar keer opnieuw kan bijsmeren voor extra bescherming. Ja. Maar in ieder geval draag ik sowieso altijd SPF onder mijn foundation. Ja, ik ook. Oh, dat is wel echt heel fijn, hè, deze. Ja, echt een fijn product is dat. Echt fijn. Nou, wat natuurlijk ook belangrijk is, is je lichaam insmeren. Dat ook niet met die dagcrème, want anders is het een heel duur grapje. Ja. Maar wij krijgen best wel veel dingen opgestuurd. Ik heb niet per se een favoriet, maar ik gebruik bijvoorbeeld deze van Nivea, de Protect & Bronze SPF 20. Dat is eigenlijk genoeg. Ik ga ook nooit echt in de volle zon zitten, moet ik zeggen, tussen 12 en 3. Dat doe ik hoogstens een minuut of 10 en dan is het voor mij alweer sloes, want dan ben ik en alweer rood en dan nee. En wat ik ook lekker vind is deze van L'Occitane. Dit is de Ginny Papou. En ik weet, het is wel echt een SPF, ook SPF 20. En die ruikt ook gewoon lekker fris en licht. Oh ja. Licht fris. En die vind ik ook heel fijn. Ja, en Aftersun gebruik ik ook van Nivea. Ik begin ook even. Ja. Ik heb er maar eentje. Ik heb de Lovea Kids Protection. Dit is SPF 50. Dat is heel erg hoog. Nou heb ik hem niet per se om de SPF 50 gedaan. Maar meer om het feit dat hier minerale filtertjes in zitten. En geen parfum in wordt gebruikt. En ook geen alcohol en dat soort dingen. Het is een hele milde. Het kostte wel wat. 20 euro voor een flesje. Vond ik best wel duur. Ja. Maar je hebt er wel echt hele goede bescherming van. Is die, je hebt hem al vaak gebruikt dan, denk ik? Ja, hij is jetskeproof. Hij is jetskeproof. Ja, je koopt gewoon bij de etels, bij de tuinen. Lovea Kids. Ja. SPF 50. Ook handig voor je eigen kinderen. Zo is het. Nou, en lipsticks kunnen gewoon niet ontbreken in de zomer. Wij zijn er gek op. En ik denk dat we voor ons spreken als we deze twee kleuren nog even erbij pakken. We noemen ze nog maar weer eens een keertje Relentlessly Red en Pink Pigeon. Dit zijn toch wel de rode en de roze lipstick van deze zomer. Prachtige knalkleuren, mat, helemaal volgens de trend. En als je zo'n glossy wilt,
doe je er gewoon een stukje lipgloss overheen. Een plakje lipgloss, zeg maar. En dan heb je een mooie glanzende lip. Ja, dat is niet echt tof. Echt heel mooi. En wat ik ook heel mooi vind, ja, roze kleuren houden we ook nog steeds van. En ik vind als budget topper van deze zomer die ik ontdekt heb toch wel die van Catrice. De Pink Side of Life. Die heb ik nu ook weer op vandaag. En dat vind ik ook gewoon een heel leuk, fris, zomers roze kleurtje. En ik ga dan nog voor nummertje 32 van Yves Saint Laurent. Die heb ik vandaag ook op. Ja, dit is echt een hele mooie persik, rozige, iets fellere koraalkleur. Heel erg mooi. Ik ben daar echt helemaal gek op. Onze omschrijvingen zijn ook weer geweldig. Geweldig. Door naar de laatste productcategorie die we hebben. En dat zijn blush en bronzers. Ja, nou dat is denk ik wel echt een van de producten van de zomer die je weer uit de kast pakt. In de winter gebruik ik niet heel vaak. Nee, ik ook niet. Bronzer, dat komt meer omdat ik in de zomer denk, oh ja, mooi, even lekker een vleug bronzer aanbrengen. Ja, het staat gewoon gelijk mooi, het past ook bij het weer en zo. Ja, dat is ook zo. En in de winter denk ik, nee, dan ga ik liever donkere lipstick bijvoorbeeld. Ja, ik ook. Nou, mijn favoriet is wel echt deze matte bronze van MAC. Ik heb ook nog het geluk dat hij in een hele mooie limited verpakking zit. Je kan hem gewoon kopen, het vast sortiment. Ja, heb ik vandaag ook weer op, onder andere trouwens. En geweldig. De bronzer die ik als favoriet heb is deze. Dit is Refresh. En deze komt uit de limited collectie met Sharon Osbourne. Dit is een MSF. Ik heb hem ook vandaag weer op. Ik gebruik hem eigenlijk alleen nog maar deze zomer. Met die highlighter, eens even zien. Heel mooi. Ja, goudroze highlighter. Oh, yeah. En dan een mooie oranje-bruine bronzer erbij. Echt een heel mooi pareltje. Nice. Maar goed, dit zijn dus twee best wel dure producten. Eentje die ik ook ontdekt heb. Ja, dan gaan we nog een keer. Jongens, ik ga jullie helemaal doodgooien met dit product. Essence Sun Club Bronzing 2-in-1 Powder in de kleur Sunshine, nummertje 10. Ik heb vandaag ook de highlighter daarvan op. Ik hoop dat je die een beetje ziet. Maar ja, geweldig. Mooi, prachtig. En de goede oranje... Nee, juist geen oranje ondertoon. Nee, ik wou net zeggen. En dat is echt heel erg geen oranje, fijn. Ja. En dat voor een budgetfonds. Echt een goede vondst. Ja. En dan hebben we onze laatste gezamenlijke favoriet. En dat is NARS Fervor. En dan vooral dat rechterkleurtje die ik hier heb. Ja. Voor jullie is het meest linker kleurtje. Het is een mooie stereo rose-achtige kleur. Een mooi, wat is het? Ik heb hem over mijn bronzer heen aangebracht volgens mij. Ook ja erg mooi. Heel mooi, ja. De mist gebruik ik ook wel eens trouwens. Dat ik maar zo doe ik ook wel. Ja, nou is ver voor geweldig. Poem, poem, poem. Zo poem, poem. En dit zijn onze favoriete zomerproducten. We zijn heel benieuwd naar wat jouw favoriete zomerproducten zijn. Dus laat het even achter in een comment. Ja, en verder, je ziet ook geen waterproof mascara voorbij komen. Dat gebruiken we ook eigenlijk bijna niet. Oh, nee. Nee, dat soort dingen, dat zijn niet echt... En oogschaduw doe ik niet echt anders in de zomer. Behalve dan dat ik soms misschien iets minder oogschaduw draag. Omdat ik minder zin heb in heftigere looks, maar meer van felle lipsticks en lichte oogopslag. Maar ik gebruik dan niet echt andere producten. Nee, ik doe net wat jij zegt, of minder, of ik maak een look met gewoon een bronzer, zeg maar. Vind ik ook wel mooi, gewoon dezelfde bronzer en de highlighter gebruiken en de bronzer zo over je oogleden. En heel snel, flops, klaar, skates. Ik ga liever voor een leuk lipstickje eigenlijk in de zomer. Ik ook. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!